Wilfred Frenkie, goedemorgen is het, hè? Morgen. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Ja, het zal net ja, ondanks alles, hè? Ondanks ja. Alles. Maar we zijn er weer voor Ritter, ook voor de Molukken. Ja. En het gaat nu niet over de rit, maar over de rock. Ja, het wordt we gaan weer een rockavondje houden. En wanneer is dat? Laten we daar eens mee beginnen. Volgende week vrijdag, 5 november. Oké, en we zitten hier in de kleedkamer van een van de kleedkamers van de Spot. Ja, klopt. Ja. Dus dat is ook de locatie waar het gaat gebeuren. Ja, we hebben een jaar geleden in Baramerken natuurlijk dat gedaan. En we hebben het één jaar, twee jaar even niet gedaan. En toen wilden we het toch weer oppakken, maar ja, toen Baramerken helaas gestopt. Dus toen zeiden we, nee, kunnen we even in de Spot wat gaan doen. En Remy zei gelijk, ja, natuurlijk wel. Geen enkel probleem, dus dan kan je zo 300 mensen kwijt. Of hoeveel passen er in de Spot? Ja, ze zeggen, maar dan is het heel vol, 400. En zei, als je dat krijgt, dan heb je het heel goed gedaan. Ja. Maar ik ben met 150, maar ben ik ook wel super tevreden. Dus ik hoop dat we dat gaan houden. We hebben het al, vorige week hadden we al iets van 120 verkocht. Dus, dat gaat de goede kant op. Maar je doet het al jaren, maar toch nog even, het is voor het goede doel. Voor de Molukken. En wat is het project waar je nu mee bezig bent? Wij zitten nu op een dorp, Huku Anakota. Dat is als je even, als je op Almon bent, om daar te komen, moet je eerst 1,5 uur met de boot. Dan ga je een uur met de auto, als het een beetje mee zit, en dan moet je nog 3,5 uur lopen. En dan zit je in de middle of nowhere, in de jungle eigenlijk. En daar zit dat is een dorpje. En daar, die mensen hebben heel weinig, krijgen ook geen steun van de overheid. Maar ze doen toch van alles om de kinderen goed onderwijs te geven. Dus wij zijn daar op de school geweest en er is lesachterstand, of tenminste lesmateriaal hebben ze nodig. Het gebouw kan een opknapbeurt gebruiken, dus daar zetten we ons nu voor in. We hebben ook nog op Hallem, dat is ook allemaal zelf, waar we ons vorige project moeten we nog een klein beetje afmaken. En dan is dat ook afgehandeld, maar het hoofddoel is Huku Anakota op de Molukken. Dus gewoon weer een mooi project waar het ook echt nodig is. Ja, zeker, ja. En dan de avond zelf, want ik zag al wat posters voorbij komen. Je bent al een tijdje bezig met promotie. Ja. Wie is de headliner? Laten we beginnen bij de laatste. Roller, hè? Roller, met Kees Moerland en zijn kameraden. Jongens en meisjes, ja. Altijd goed. Ja. Maar het is echt een rockavond, van wie spelen er nog meer? We beginnen met Friends, ja, die hebben bij Merkel ook vaak gestart. Terwijl een drum, een beetje vaak zelf bij drum. Wat oudere Molukse mannen die de jaren 60, 70 heel een beetje spelen. We hebben tegenwoordig Eddie Telepari in onze leven. Dus ja, het zaakt gewoon weer een beetje op. Die kan wel wat, ja. Die kan wat, dus het is echt wel tof. Dan de band van Jules, Sixties Revolution. Gaan meewerken en dan Vintage New Band in Zeeland. Dus ga ik niks over klappen, dat zou je dan zelf wel zien. Oké, Vintage, ja, ik ken ze inderdaad niet. Nee, dus, en je hebt gitaar vast en je bent een drummer, dat is ook geen toeval. En je zei net Jules? Ja, Jules van Muziekcentrum Middelburg heeft een. Ik kwam er binnen, toen was al op eerder filmpje. Ik zeg, hij zegt: doe je loterij? Ik zeg: nee, doe me niet naar, ga je er nou in doen. Dus bij deze hebben we een gitaar van hem gekregen. Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar ja, nu moet ik nog even voor de tweede en derde prijs zorgen. En dan hebben we een loterij, dus je kan loodje kopen. Vlootje gewoon op de avond zelf. Ja, gewoon op de avond zelf. Ja. En de avond zelf is dus volgende week vrijdag. Om hoe laat begint het? Het begint om. De deur gaat echt open 6:30. We hadden eerst 7:30 gedaan, maar 12 uur moet het les zijn hier zo. Dus ja. 6:30. En dan 7:00 beginnen we echt met de bands. Voor degenen die laat moeten werken, er is saté aanwezig. Dus je kan gelijk van je werk, gelijk door. Hop, geen smoesjes. Ja. Lumpia is aanwezig, dus de catering is er ook. Nou, helemaal perfect. En waar kan je de kaartjes kopen? Dat is de laatste vraag. Ja, je kan ze bij de Spot bestellen via de website. Maar je kan ze ook bij de drukkerij halen. En dat is bij de muziekafdeling. Dus voor bij de kassa even doorlopen naar de muziekafdeling. En daar liggen ze gewoon. Daar kun je ze bestellen. Nou, duidelijk vooral. Ik hoop dat het een mooie avond wordt. Veel plezier was. Kom ook even kijken. Ja, top. Oké, hoi. Hey,